Hij heeft een heavy sniper en een drumgun. Oh, no way! What? Wacht, wacht. What the f*** is happening? Yo, de mensen, super dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games for Real. En vandaag gaan we natuurlijk weer iets superleuks doen, jongens. De vorige video dat ik natuurlijk ging reageren op zieke clips natuurlijk in Fortnite was super ziek. Gaan jullie vonden het superleuk om te zien. Dus ik dacht van, laten we dit gewoon nog een keertje doen. Jullie vinden het namelijk superleuk als ik ga reageren op dit soort video's. En ik vind het altijd wel leuk om nieuwe dingen in de games te zien. Of gewoon geniale momenten. Dit is gewoon echt te ziek gewoon voor woorden. Natuurlijk had ik in de vorige video gezegd dat ik een giveaway ging weggeven van natuurlijk een skin. Dus dat jij natuurlijk een skin van mij gegift krijgt. En de winnaar is... Boom! Dit is natuurlijk de winnaar. Ik voeg jou dus binnenkort toe op Fortnite, zodat ik jou die skin kan giften, die eventueel in de itemshop dan is, die jij leuk vindt. En wil je natuurlijk ook kans maken op dit soort gifted skins, jongens? Vergeet dan niet zeker mijn supporter creator code te gebruiken. Games for Real is gewoon de code. Ik promote eigenlijk nooit mijn code. Ik krijg namelijk een klein percentage geld als jullie natuurlijk mijn code in de itemshop gebruiken en er iets mee kopen. Met dat geld kan ik dus super vaak van dit soort giveaways doen. Misschien wel elke video. Dus als je natuurlijk wil kans maken op zo'n gifted skin, doe dan natuurlijk mijn code in de itemshop. Games for Real is gewoon de code. En stuur me natuurlijk op Instagram dan een bewijsje dat jij dat hebt gebruikt. Dat zou super dood zijn. Ik zou ook een paar mensen die natuurlijk mijn code gebruiken een Insta SO geven. Natuurlijk in mijn stories. En ik denk dat we gewoon genoeg geluld hebben, jongens. Ik denk dat we gewoon in de video moeten gaan duiken. Want volgens mij is dit weer echt zieke, zieke clips die we gaan kijken. Dus ik zou zeggen, let's fucking go. Oké, jongens, we zijn natuurlijk in de video beland. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb er in ieder geval zin in. Dus ik denk dat we gewoon op play moeten gaan drukken. En we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Dus let's fucking go. Hoppakee, spatiebalk, let's go. Wat zijn ze aan het doen? Gekke C4's, oké. Hij heeft een heavy sniper. En een drumgun. Oh, no way! Wat? Wacht, wacht, wacht. What the f*** is happening? Dat is no niet geluidje. Hij hit... Hoezo? Hij werd toch zelf getrickshot? Wat? Oh, hè? Nee, wacht, nou wil ik het ook... Hij zegt dus dat hij hem ook hitte. Go crazy, go crazy! Oh, no ja. way! What? What the f*** is happening? Ik vind zijn no reactie zo leuk. No way. Oh, ze hitten elkaar dus. Hij had ook de noscope gehit. Wat een zieke trickshot was dat. Ik zat vooral te focussen op die guy die naar beneden viel. Oh. Deze guy is te slim. Oh. I was waiting. Hij konen gewoon die fucking launchpad gek. Dat was ziek slim. Oké, okay, wat de fuck? Ja, minigun. Dat ding is ziek goed. Zo, die geluidskwaliteit is niet heel erg chill van deze clip. Oh my god. Hoe kut is dit? Die helikopters, ik ben er ook bang voor, jongens. Die dingen zijn echt gevaarlijk. Oké, okay, rocket ride, let's go. Wow. Wow, die taal, wat is dit? Wacht, wat gaat hij doen? Hij gaat iemand hitten. Het was wel jammer dat die clip heel erg lagde, dus ik kon het niet helemaal volgen. Oké. Okay. Oh nee. Oh my god. Huh? Wat is dit voor kluis? Er zat echt niks bijna in die kluis. What the fuck? Yo, what the heck? Wat is dit? Even serieus. Allemaal discoballen om hem heen. Wat de... Heb ik iets gemist wat dit was of zo? What the fuck? Oké, okay, dat zag er heel raar uit. RPG's zijn... I lag. Dude, you have no idea what just happened. Hoe kut is dat? Ik zou alles kapot gooien. Oh! Oh, je ziet dat zo vaak natuurlijk, dat mensen bij die waterval dat helemaal dicht gaan bouwen, puur om je te naaien natuurlijk, als je naar beneden gaat zwemmen. Maar holy shit, ouwe, deze guy jumpt er gewoon overheen. Ziek slim, ziek slim. Hey, dit is de guy van de vorige keer ook met zijn stem. Ja, dat was niet heel slim. Wow! Wacht, dat wil ik nog een keer zien. Hij is dood. Wat mooi, hé. What the fuck, ouwe. Gekke guy. Mooi, joh. Rare talen soms allemaal. In het water. Oh nee, niet. Jammer. Heel kut. Oh, zijn teammate deed het. Oh shit, ik dacht dat het een enemy was. En zijn teammate schoot hem naar beneden. Wat een zieke cam trouwens, hoe hij dat heeft met die overleden. Dat is wel echt vet. Oké. Okay. Oh nee, hij gaat weer dan. Ik zei het je. Let op. Hij wordt gesniped. 3, 2, 1. Huh? Wat gaat er gebeuren? Huh, en opeens is... Oh my... Precies. Jongens, echt, ik zweer. Ik weet niet of jullie het in de vorige video hebben gezien. Als je natuurlijk die video hebt gezien, laat het zo eens even achter natuurlijk in de reacties. Maar ik zei het ook, jongens. Vorige video, als je gaat dansen...
op weet van wat voor manier van je hebt iemand gekild of wat dan ook. Pas er zo erg mee op, want je gaat zo vaak daardoor dood. In ieder geval, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Oh, nice. Oké, lekker gekild. Oh, deze guy speelt chill, wow. Die large met 7 verkeerd om! Yo, dat heb ik nog nooit gezien, man. Wat? Dat is ziek, chill. Hij deed het nog wel, dat was wel ziek. Oh, de 1. De... Ah, ook zo'n klein ventje, je hoorde het even. Dat was een zieke kill. Die kill was dik. Het is Imet volgens mij. Oh, het staat ook rechts. Ja, dat is de teammate van Dinges. Hoe heet die kerel nou ook weer? Ah, oh, shit, ik ben zijn naam even kwijt. Van Tom, hoe heet hij? 72 Hours, dat was het. Daar speelde hij altijd mee. Oh, clean, clean. Dat was ziek slim. Oh, wat kut, hè? Oh my god. Die grapple kan niet meer zo ver zoals vroeger. Oh, wat kut, hè? Oh, shit. Oh, hij zweet voor zijn leven. Oké, okay, er komt een trommelmuziekje. Oh, hij wordt helemaal gefocust. Hij heeft een launchpad. Gaat hij weg? Zo simpel om weg te gaan met die launchpad. Hij blijft maar bouwen. Hij overleeft het wel, trouwens. Launchpad gewoon weg. Ja, hier. En nu gaat hij dood, let op. I call it. Ik wist het gewoon. Hij had al zoveel eerder weg moeten gaan met die launchpad. Dat was niet zo slim van hem. Gooi hem neer, alsjeblieft. hoe kan je die timing zo fucked up hebben? Huh? Oh, hij heeft dinges. De Recon Expert. Oh, hun hele team heeft de Recon Expert trouwens. What the fuck? Allemaal OG mensen. Wat? Dat is wel ziek. Hij gaat weer dood. Oh mijn god. Wanneer je Recon Expert hebt en om de fucking seconde dood gaat door zo'n AI. Huh? No way. No way. Oké, okay, dat is gewoon raar, letterlijk. Hoe dan? Hoe? Dat was allemaal raak naar mijn mening hoor. Maar oké, okay, maakt me niks uit. Oké, okay, gekke build fight. Oké, okay, de laatste guy. Dat was echt kantje woord. Zo! Dat geluid, ik schrok daarmee. What the fuck? What the heck? Oké, let op jongens, let op. Oké, okay, ik heb mijn toetsenbord natuurlijk een beetje zo liggen. Soms heb ik hem ook een beetje zo liggen. Maar die kerel heeft hem letterlijk gewoon zo liggen. What the fuck, ouwe, is dit, jongen? Even serieus. Oké, wat gaat hier gebeuren? Hij heeft oh, hello there. Nice. Dan heb je echt een zieke loadout opeens. Klink. Oh. Sorry, zijn reactie. Ik wil die nog een keer zien. Ja. Oh, sorry. Ik vond die reactie nog mooier dan de kill. Klink. Oh, shit, gek. Haha, lekker, man. Dat was een goede snipe, gast. Holy shit. Dat was dik. Oh, de clip gaat nog door. Wat gaat hij... Hij gaat nog iets doen dan. Ik versta echt niks van wat hij... Oké! Weer zo'n huppeltje even. Oh, shit, gast. Wat mooi, hé. Trit. Oh! Eén burst. Eén burst. En die knapelen... Oh, yo. Wow. Oké. Okay. Nog een keer. Prr. Oh, die... De aug, jongens. De aug is goed. De aug is echt goed. Nee! Oh, wat kut! Dat was echt een milliseconde. Dat was... Oh my god. In het water. Oh my god, hij lag op zijn teammate. Wat de heck? Hij heeft hem ook. Oh, dit is op een telefoon of zo. Die geel. Hoe bedoel je, mannelijke geel? Schiet dan! Wat... Deze guy... Wat? What the fuck was hij aan het doen? Even serieus. Oké. Okay. Hey. Oh mijn god, die guy heeft het sowieso. Hoe kan je dit niet zien? Oh my god. Hij is gewoon geowned door een pickaxe. Besef die even. Oh. Oh. Gaan we het hier over hebben? Ik denk het niet, jongens. Ik denk dat het niet verstandig is. Bro, man! Heel kut. Inderdaad. En hij werd gewoon zelf geoutplayed. Wat? Heel erg chill dat. Team View! Nice, jongen. Let's go. Wat gaat hij doen? Hij heeft die gekke minigun. Oh, wat een afstand. 250. Ai. 250 is echt ver, jongens. Hé, laat trouwens even jouw verste afstand ooit waar je een sniperkill mee hebt geraakt. Ik ben er echt benieuwd naar. Volgens mij was die van mij 265, het max.
Nog een keer. Als iemand uit de lucht snijdt. Oh, ik had echt daar verwacht of zo. Wow, hij werd ook gesnijd. Oh. Oh mijn god. Lekker, Nick. Oh, wat kut, hé. Gaat hij dansen met die volgepoes gelijk. Oh, wat kut, hé. Wat? Dat geluid. Ging hij opstijgen of zo? Hij baalt er echt van, hè. Nou jongens, dit was natuurlijk de video. Hopelijk hebben jullie natuurlijk weer gelachen en genoten van de geniale clips die er weer in voor zijn gekomen. Ik vond vooral die eerste heel apart, die trickshot. Hij werd getrickshot en zelf noodscoopte die guy ook nog op tijd. Dat was echt ziek. Hoe kan dat ook gewoon gebeuren? Even serieus. Dat soort momenten zijn natuurlijk echt ziek rare om mee te maken in Fortnite. Dus ik heb er wel weer van genoten. Hopelijk jullie natuurlijk ook. Vergeet dan niet zeker een blauw duimpje omhoog te gooien. Dat zou super dope zijn. Dat waardeer ik enorm. Kunnen voor die 2500 likes gaan. Dat zou super ziek zijn. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en mijn social media's uit te checken. Dat zou super dik zijn. En natuurlijk, als je natuurlijk mijn supporter creator code gebruikt. En daar een foto van maakt. En natuurlijk naar mij DM't. Wie weet maak jij dan kans op de volgende gifted skin. Natuurlijk in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken jongens. En ik zeg tot de volgende keer. Later mensen.